Trust me, they've seen this kind of obsession before. Serieus. Sam, we're not those kids anymore. We're not those kids. Come op, Sam. And we got nothing to prove. Ga je nu alleen? Peter, where's that plane? Right this way. Sam, je hebt inderdaad echt een obsession, broer. Like, serieus, dat is niet gezond. Zal ik nu gewoon mijn pizza bestellen? Oh, Elena. Wakka, scha. Wakka, Elena. Oké, okay, yes, serieus, dit doel. Ik zit. Oh, is dit voor? Sam, sorry, my brada. Maar je bent te obsessed over deze treasure. Like, serieus. Ik snap het niet. Like, what the fuck? Je wil volgens mij voor onze moeder doen. Vast niet. Hoe weet je dat? Because they're heading to the mountain. This way. Let's go. Nu gaat onze plane destroyed worden ofzo. Dan moeten we wel die treasure vinden of zoiets. Of waar is het? Oh, nice. Sabi, hey. Ik wou hem even zien. Oké, okay, L3. It's a long drop. How did you get here? I hopped down a few of these walls, but I guess we'll have to find another way around. Fuck. Nu denk ik even mijn eten bestellen, mensen. Wacht even. Zal ik het live doen? Avery's traps. Avery's traps. It means they're blowing themselves up. No, it means they're on the right path. Hey, come on. Let's just stay focused, huh? Mensen, ik kan een 29 centimeter Italian poppen, maar ik weet niet of ik dat wil. Het is best wel biggie. Misschien moet ik dan nog even wachten met eten. Want als ik hem nu nog zo snel mogelijk bestel. Oké, okay, misschien bestel ik hem een kwart voor of zo. Dan komt hij wel een goede tijd aan, denk ik. Als komt hij te vroeg aan, heb ik niet honger genoeg. Want ik wil wel alles opeten. Oh, fuck. Dit... Oh my god, kom op jongens, wees nou niet zo'n debiel. Trouwens, ik moet echt zo stop met opnemen, want ik ben zo lang aan het opnemen, ik word helemaal duizelig ervan, maar ja. Maar dit is inderdaad echt gewoon kut, like, fuck. Nee, vanochtend was dus echt kut bij die klus, mensen, like, what the fuck. Like, ten eerste, trein ging kut, dus hey, toen moest ik via een hele andere omweg, dus ik kwam bijna te laat. Ik kwam pas 10 voor aan. Toen was een like, soort van kasteel, zo'n fucking rare kutschool, waar ik kon niks ervan vinden. Toen moest ik de coördinator bellen en toen was ik pas om 9 uur ongeveer in die klas. Toen had ik nog problemen met mijn laptop, kon ik pas 8:15 beginnen, terwijl ik eigenlijk 9 uur moest beginnen. En daarna ging ik gewoon uitleggen, maar het ging gewoon een beetje niet de goede kant op. De klas was een beetje meh, ik was niet echt aan het opletten en ik zelf was ook een beetje... Ik denk gewoon omdat het de eerste keer was dat ik dat deed.
En ja, omdat het VWO was, like, ik vond het zelf ook lastig, die examenvragen en zo. Dus hey, ik was een beetje gefocust op zuurbaas en zo. Op een beetje te basic was ik gefocust. En ja, daarom vond ik het zo kut waarschijnlijk, omdat ze het gewoon te makkelijk vonden volgens mij. En ja, het was niet echt gewoon goed. Het was gewoon een beetje basic PowerPoint uitleggen en zo. En te weinig opgaven maken, denk ik. Like, serieus. So close, so far. There's no controls, but I bet I could pull the platform with my rope. Yep. Wacht, hoe willen we poelen? Moet ik hem... How are you doing, kid? I'm not sure yet. I don't know. Maybe if you could get to that wooden platform down there. Welk wooden platform? Hero. Okay. Nathan, give me a hand. Okay, sure, maar... Sam, ik ben niet bij jou, hè? Dat weet je toch wel, Sam. Ik kom eraan. Wat is er nou, Sam? Waar ben je? Hero. Okay. Okay. What the fuck gaan we hiermee doen? Oh, dit kunnen we dan gebruiken om de touw aan vast te maken of zoiets, of niet? Zal ik gewoon 29 centimeter Italian doen? Ik heb wel zin. Ik bedoel, dit keer betalen mijn ouders toch. Okay, like, vorige twee keer heb ik hetzelfde. Sure. Right, go ahead, Nathan. Yeah, we'll hold it down. You jump across. Thanks. Made it. Here we come. Got it. All right, hop on. I'll pull you across. Okay, we're ready. Well, this is some impressive engineering for a bunch of pirates. Yep. This is nothing. You should have seen the elevators. Whoa! Oh, fuck. Oh, bitch, snel, boys. You guys all right? Oh, Sam. Yeah. It's like a roller coaster. Sam, jump. Come on up, Nathan. Hoe ga ik dit doen? All right, Nathan, you climb on up. I'll grab you. Oh, fuck. Ik ben dood. Nathan! Sorry, my barada. Ik ben dead. Maar ik heb sowieso al fucking veel besteed aan die fucking reiskosten. Maar dat wordt volgens mij gewoon bekostigd, volgens mij. Holy tering. Hij heeft ook gewoon een bullet wound. Hè? Like, holy shit, het ziet er... Oh, fuck. Oh, fuck. Sam is de lul. There you go, thanks, Sully. Sam. Sam, come on! Huh? Come on, just jump, I'll catch you. Let's go. Sam, nay. No. Don't you even think about it, you hear me? I'm sorry I got you into this. All of you. Hey, all that doesn't matter anymore, okay? Just jump. I gotta see this thing through, Nathan. Sam. Hey, Sam. Listen to me. If you do this, I'm not coming after you. You hear me? Sorry. Sam! Fuck. Je moet zoveel editen trouwens in deze video. Je caught your bluff. He's gonna get himself killed. Come on. Let's go. She's probably right. Of course she is. Of course she is, Aline. Let's go. Nou, nu moeten we weer achter Sam aangaan. Sammy toch? Maybe we can head him off. Ja, dat denk ik niet. Save him, then I'm gonna punch him. Ik serieus. Let's just worry about the saving part first. What the Sam, what the fuck doe je? Dat weet ik niet. After everything that we... Wasn't this enough? Let's just find him. Sam. Wat vinden jullie ervan? Nu zijn we met de originele gang. We hebben Sully, we hebben Elena. Elena bedoel ik. De drie mensen, of ja, inclusief Nate. De drie chappies waarmee dit avontuur begon in Uncharted 1 bij de boot. Weet je nog, Elena? Dat was echt fun, hè? Weet je nog, Sully? Sully was echt fun. En dat was ook de eerste keer dat Sully en Elena elkaar ontmoeten. En Nate en Elena, ja, ik weet niet hoe Elena Nate eigenlijk kent of andersom. Ik serieus. Ik ben nog steeds benieuwd wat voor die Uncharted 1 heeft afgespeeld, zeg maar. Om de events van Uncharted 1 te krijgen. Dit moet ik pushen. Someone help me, please. Here, we got you. We got you, like, serious boys. Help me. You ready? You ready, let's go. Oh, waarom doen we Elena als anchor? Dat, oké. Okay. Sterk, sterk.
Sully. Sully is oude man, maar hij is nog steeds een fucking badass. Let's go. Oh, zet hem op de rem, stabiel. Ik denk dat ik gewoon 29 centimeter tel in je gaat. I don't care. Oh fuck. Oh, tering. Nate, go. Go, oké. Oké. Moet ik dit zelf spelen of is dit gewoon helemaal een cutscene? Volgens mij is dit helemaal een cutscene, ja. Oh fuck, wat nu? Wat nu? Now, how the hell are we supposed to get up there? I don't know. We don't have enough time. We don't have enough time? Nate? No, not by yourself. Look, I'll come right back, okay? Look, he is not gonna leave without a fight. Well, then I'll fight him if I have to, but either way, I'm bringing him back. Just get the plane as close to the mountain as you can and be ready for a quick getaway. Fuck. Like there's another kind? It's not fair. Elena. Huh? Doing the dishes. We take turns. Don't even think about not coming back. I love you. Sully staat daar echt links op. You, cowboy. What the fuck? Sully denkt echt, oké, dit is awkward. Waar is mijn liefde? I got you, Sully! My brother. Brothers. Keeper. Brothers keeper. Oké, what the fuck. Sam, ik ga je terughalen. We zijn de originele game kwijt. Nu is het weer alleen ik. We hebben Elena gezegd, I love you. Elena zegt, I love you too, cowboy. Noemde ons een fucking cowboy. Wat we ook zijn. Ik dacht, huh? Was Elena die het zei? Ik dacht dat Chloe ons een cowboy noemde, maar oké. Ik weet wel dat Chloe zei, you're gonna miss this ass. Dat snap ik. Chloe, jammer genoeg ben je niet in deze game gekomen. Wat ik echt jammer vind. Ik, serieus, Chloe was zo'n goede character. Hey, zo jammer. Footprints. Sam! Sam! Ja, hij gaat niet reageren hoor. Hij zegt niet ineens Nathan, hallo. Ja, hier is hij sowieso ingaan. Hij is echt de enige die zo'n ding heeft. Naast ons dan. Just gonna head to the creepy mountain. Save Sam. Get the hell out of here. Yeah. Yep. Waar is de creepy... Ja, inderdaad. Ik kan niet wachten om gewoon in mijn eigen bed te liggen en fucking Elena even te neuken in die fucking Crash Bandicoot game. Ik zie dus, beating Elena's high score is fucking lastig. Echt, is gewoon onmogelijk volgens mij. Dus, nou, volgens mij, ik zag wel zo'n video ooit volgens mij genaamd beating Elena's high score. Dus misschien is het wel mogelijk, maar ik weet niet hoe ze nou reageert. Back on the trail. Wat nu dan? Who the fuck? Ma, which way did he go? Hero. Oh, hier al moeten we gewoon heen. Holy shit. Zo fucking episch dit. Echt, ik hou van deze swing mechanic. Oeh, daar was ik bijna gevallen. Ik denk dat ik gewoon tijdens de pizza even Legend of Korra ga checken. Fucking spang. Ik moet wel echt even zo drinken, want mijn keel begint pijn te doen. Dat is ook niet lekker om lekker te eten als mijn keel zo schor is en zo. Dat is gewoon van zoveel praten. Like, in deze video heb ik al fucking veel gepraat. En fucking op school, dus tijdens het lesgeven, dus werk. Praat ik ook al fucking veel. Dus ja, dat betekent... Dat... Mijn stem naar de tering is. Ja, serieus, als we Sam zien... Ik ga wel janken als Sam doodgaat. Nee, ik ga niet janken. Like, ik vind het wel oké. Maar ik vind hem gewoon like, echt fucked up als hij doodgaat. Het is wel echt compleet zijn eigen schuld, tuurlijk. Maar alsnog, ik vind het wel fucked up als hij dood zou gaan. Like, serieus. Oh, wat nu dan? Oh, dan moet ik hier gewoon langs. Oké, wacht. Klim hier omhoog, Nathan. Kom op. Doe nou niet zo debiel. Hier kunnen we opstaan. Oké, dit is een ledge. Dan deze, dan deze, dan deze. Nice, is een redelijk makkelijk parcours. Nou, makkelijk niet, mate. What's this? I don't know. I don't care. Swing it! More footprints. Sam, like, hoe de fuck ben je zo quick, my brother? En als ik met jou speel, ben je altijd teringsloom. Here we go. We gaan de mountain in. Hier is Avery's treasure, hier is Rafe, hier is Nadina, hier is Sam, hier is geen Ellie en Sully, oh fuck. Oh, tering. Jump! Nate, wat de fuck doe je? Je hebt echt drugs op. Oh fuck.
Like, hoe kan het dat breken en niet verder? Like, what the fuck? Dat snap ik dus echt niet. Like, wat? Serieus? Hoe kan dat? Oké, okay, let's go. Oké. Here we go. Dit even jumpen. Oh, fuck. Echt, die pizza bezorger gaat echt denken van wat een dikzak. Like, ik heb echt vaak pizza besteld like, de laatste tijd. Ik zit dus afgelopen maandag. Nee, niet maandag, dan wel zondag. Heb ik ook al lekker pizza's besteld. Of pizza's. Singular eigenlijk. Okay. Dus ja, en nu. Zaterdag bestel ik weer een pizza. Like, what the fuck? Vorige week zaterdag was ik nu ook skiller en was ik al bijna terug. En toen ik terugkwam had ik een fucking grote blaar die ik nog steeds... Ja, die is wel een beetje genezen, maar hij is nog steeds niet 100% genezen. Alleen ik ga gewoon skiller vanavond wil ik eigenlijk wel. Ik ga niet gewoon heel ver. De pleister hou ik er gewoon op, dan zou ik geen blaar moeten krijgen. Verder is deze video, ik moet zoveel knippen in deze video, want ik heb heel veel opgenomen. Alleen de hele tijd stoorde fucking mensen me. Dus dat betekent dat ik fucking veel moet knippen en zo, wat echt heel erg irritant is. Waar nu heen dan? No shit is harder dan het looks. Like, what the fuck? Maar Sam heeft toch niet zo'n ding, dus hoe... I can do it. Oh, shit. Holy fuck, en dan hier naar beneden gliden. Oh, crap. Nou, crap, ik bedoel Sam... Nee, dit heb je al zo vaak gedaan, kom op. My brada, je weet hoe het werkt, kom op. Je weet het nu. Oké, okay. Ik vraag me af of we nog een ding gaan zien van Sam's Pass. Like, serieus. Hier de zender. Ook zie ship. Ik moet daarheen. Oh my god, that's Avery's ship. No way dat Sam daar is. Like, waar de fuck is Sam? Oké, okay. Drop. Oh, moet ik hier naar boven? Of niet? Fucking tering. Oh fuck. Dit is best wel episch. Ik ga er eerlijk in zijn. Die mechanic met dat knife is best wel episch. Oké. Okay. En deze kamerhoek is ook best wel episch. Holy fucking tieten, mensen. Check hoe dit eruit ziet dan. Dit is echt fucking geile graphics. Like, holy fuck. Deze game is ook 65 giga, mensen. Like, S, dat is echt geen joke, nee. It's too close. Ja, it's too close. Maar je gaat toch niet dood, Nathan. Nou, niet in gameplay, anyway. Alleen in cutscene kun je doodgaan. This is my way down. Tering, ik had moeten jumpen. Je moet eigenlijk een pizza, ja, nu wel eigenlijk bestellen, oké. Okay. I guess this is my way down. Let's go, boys. Elena heeft het ook over de dishes doen. Ik moet ook de afwas doen, Elena. Ik dacht, ja. Oh, fuck. Dit is best wel fun eigenlijk. Like, serieus, what the fuck. Ik moet hier... Oh, fuck. Ik zag dat echt niet. Holy shit, check hoe fucking clear dit water eruit ziet. Like, wat? Did you really do all that, Sam? I doubt it. It's probably found the dry way down. Typisch, Sam. Less painful way down. Less painful way down, oké. Okay. Maar ik ben er nu toch. Waar gaan we nu heen dan? Like, huh? Waar is dat ship? Want dit water ziet er zo mooi uit. Like, serious, check dit dan. The fuck is dit voor clean water? A bottle of water. Zoals de British say. A bottle of water. Ja, ik moet deze kant wel, maar ik moet daar naar boven, ja. Dat, ik moet hierin. Ik zie hem al. Ik zie hem al. Hey, fresh shower. Kijk, oh, dit is zo nasty. Like, in het echt, like, dan droog je... Serieus, voor een treasure? I don't care about the treasure. Het is raar, ik wil verder spelen, maar ik wil ook gewoon mijn pizza bestellen en gewoon lekker eten en gewoon drinken. Zodat ik mijn pizza door mijn fucking keel krijg.
Anders gaat het echt heel erg naar worden. Ik ga dat zo snel mogelijk doen, omdat het deel gewoon lekker warm is. Als ik het op een bepaalde tijd doe, is hij niet warm. Dat heb ik gemerkt tenminste. Maar ja, bedankt voor het kijken van deze video, mensen. Als je het leuke video vond, laat een blad op mijn achteren. Abonneren kan naar beneden, komt de kanaal naar beneden. Het is nog steeds vrijdag 2 april. Like, al deze video's zijn op dezelfde dag opgenomen. Ik moet fucking veel editen. Ik heb vandaag die klus gedaan. In de ochtend ging ik fucking kut. Misschien word ik ontslagen, omdat het gewoon niet lekker ging. Like, het was niet dat ik het niet wist, maar de uitleg en zo met de klas engage ging gewoon niet zo stabiel. Maar ja, nu mag ik de domino's bestellen. Fucking chill. En vanavond ben ik van plan om te gaan skillen. Want ja, morgen wordt het weer kut weer. Deze hele week wordt het kut weer. Like, serieus. Een aantal dagen geleden hadden we sneeuw. En ja, ik wil gewoon het is niet skillen weer. Wat fucking aids is. Want ik heb vorige week nieuwe skillers gekocht voor 70 euro. Maar oké. Okay. Later, mensen. Fucking lekker eten met de Legend of Korra erbij. Fucking spannend.